Welkom allemaal bij dit programma van de Bali in samenwerking met Free Press Unlimited. De titel van dit programma is Journalist zoek veilige haven. Ik vind het ontzettend ongemakkelijk dat er ook mensen achter mij zitten. Maar het is niet zo dat ik mijn rug naar jullie heb toegekeerd. Jullie zijn achter mijn rug gaan zitten. Maar ik weet wel dat jullie er zijn. Goed. Journalist zoekt veilige haven, dat is de titel van het programma. Vanavond hebben we over het toenemend aantal incidenten op straat met verslaggevers. Nou, u hebt allemaal wel beelden van journalisten die hetzij bijna overreden, hetzij een schop onder hun kont krijgen als ze iemand willen filmen die toevallig een kerkdienst in corona wil bezoeken. U weet allemaal het nieuws rond het weghalen van de logo's op de busjes van de NOS. Omdat journalisten ook daardoor werden aangevallen. Kortom, die incidenten, die zijn er. En de vraag is dus, kunnen journalisten hun werk nog veilig doen? En als de ervaring is dat dat niet het geval is, wat is er dan eigenlijk aan de hand? He, is het bedreigend wat er gebeurt? En waar komt die dreiging dan vandaan? En is het zelfs zo erg dat er sprake is van een aanval op de persvrijheid, zoals hier en daar wordt beweerd, of overdrijven we het dan een beetje? Kortom, er zijn veel. Ik hoor ja ergens, maar dat is waarschijnlijk niet een beaming van mijn vraag. Maar voor we hierover gaan praten, over deze vragen, kijken we eerst iets breder. Ik zei al, dit is in samenwerking met Free Press Unlimited georganiseerd deze avond. En hier aan tafel zitten derhalve directeur van Free Press Unlimited, Rut Kronenburg en Meike Slot, die erover niks met Free Press Unlimited te maken heeft volgens mij, maar die docent is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het gebied van geschiedenis, cultuur en communicatie. Officieel heet het de Erasmus School of History, Culture and Communication. Ja, maar ik zit gewoon bij media en communicatie. Ja, ja. Waarom moet het allemaal in het Engels? Wij hebben nog een Nederlandstalige masteropleiding. En media ja. En journalistiek. We hebben een heel internationaal docenten, groep docenten en ook hele internationale studenten. Ja. Oké, okay. Verbeeld ik me of is jouw microfoon niet aan? Hallo? Ja, wel aan? Oké. Okay. Hij doet het wel. Goed, dan staat hij gewoon niet zo hard. Dit programma is namelijk bedoeld als opmaat tot een reeks tribunalen waarmee Free Press Unlimited vanaf 2 november begint. Tribunalen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Eigenlijk gewoon een rechtszaak. Het is een People's Tribunal. In Rome zit er Permanent People's Tribunal. En die hebben ons ook geholpen om dit te organiseren. Wij organiseren dit in samenwerking met CPJ, Committee to Protect Journalists, en RSF, Reporters Without Borders. Maar wat voor mensen zitten daarin, in die tribunalen? Rechters. Oud-rechters. Er zijn 9 rechters. Die bestaan uit academici, oud-rechters en ook experts op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Oh ja, en waarom heet het dan People's Tribunal? Omdat het niet een echte rechtszaak is. Er wordt wel een uitspraak gedaan, maar er zijn geen juridische consequenties aan verbonden. En wat willen jullie met die tribunalen aan de orde stellen? De straffeloosheid tegen geweld tegen journalisten, met name dan ook de moorden op journalisten. In het algemeen? In het algemeen. Want dat is echt een... In de wereld? In de wereld, ja. Ja. Zeker. Want? Dat is een groot probleem. Het feit dat in meer dan 80% de daders van moorden op journalisten gewoon vrij uitgaan, eigenlijk helemaal niet eens vervolgd worden, maakt natuurlijk dat het een vrijbrief is. En dat moet gewoon tegengegaan worden. Sinds 2000 zijn er meer dan 1000 journalisten vermoord.
En nou denken de meesten, nou, dat is een ver van mijn bedshow, dat zal wel ergens in Mexico zijn, want dat is echt zo'n vreselijk land voor journalisten. Dat klopt. Maar het is ook echt al dichterbij. Hoe dichtbij? In Europa bijvoorbeeld, dan heb ik het niet over de Europese Unie, maar over Europa. Tussen 2015 en 2020 zijn er 27 journalisten vermoord, waarvan er 20 niet zijn opgelost. En dat zijn moorden die in verband staan met het vak van journalistiek? Het is allemaal vanwege het feit dat zij hun werk hebben gedaan. Peter R. de Vries valt daar ook onder? Nou, nog niet, want dit zijn tellingen tot 20. Maar helaas denk ik straks wel, ja. Ja. Maar hoe kun je dit aan de orde stellen in een tribunaal? Wie wordt er aangeklaagd? Dit tribunaal wordt opgezet om vooral de nabestaanden en collega's van die journalisten, om hun gevoel van rechtvaardigheid te geven. Maar het is ook bedoeld om staten ter verantwoording te roepen. En we willen eigenlijk dat de staten deze zaken weer heropenen en opnieuw gaan onderzoeken en alsnog daders voor het gerecht brengen. Dus het is niet een kwestie van aanklagen, maar meer aandacht vragen? Heel veel aandacht vragen, ja. En er worden ook hele indrukwekkende getuigenissen gehoord. Onder andere Jeroen Akkermans komt bijvoorbeeld langs om te vertellen over Stan Storiemans. Maar die ooit, moet je even vertellen, dan in Rusland door een granaat is geraakt. Ja, inderdaad. En waar nog steeds rechtvaardiging voor gezocht wordt. Waar Jeroen al die jaren mee bezig is. Ja. Maar we zijn ook best wel trots dat Maria Ressa komt getuigen. Zij is een van de Nobelprijswinnaars van vorige week. Zij komt vertellen wat de impact is van het feit dat zij door een heel trollenleger al jaren belaagd wordt. Het feit dat zij meerdere rechtszaken tegen zich heeft lopen en het risico loopt voor meer dan 100 jaar de gevangenis in te verdwijnen. En alleen maar omdat zij haar werk wil doen. En dat gaat hier dus over persvrijheid, maar het gaat dus ook vooral over de persvrijheid die wordt bedreigd door staten, door instituties, door instanties, niet zozeer door over de relatie met het publiek. Nou ja, ik vraag dat omdat jullie als opmaat. Ja. Naar die tribunaal. Maar ja. Daar gaat het hier niet over. Nou, het gaat natuurlijk over geweld tegen journalisten in zijn algemeenheid. En het feit dat er journalisten vermoord wordt, dat wil niet altijd zeggen dat staten daar verantwoordelijk voor zijn. Maar zij hebben wel de verantwoordelijkheid om onderzoek naar de moord te doen en te zorgen dat de dader voor het gerecht komt. Ja. Hoe doet Nederland het in dat verband? Nou, met de laatste berichtgeving niet zo heel erg goed, geloof ik. Want? Nou, gisteren werden er twee journalisten gearresteerd omdat ze bij een demonstratie aanwezig waren en de dag ervoor ook. Maar met alle respect, is het niet een beetje vertroebelend om al die dingen die je net hebt genoemd, die moorden op journalisten, journalisten die hun leven niet zeker zijn. En als ze vermoord worden, dat er dan niet voldoende onderzoek wordt gedaan. Is dat toch niet van een andere orde, zonder dat anderen dit te willen bagatelliseren, maar van een andere orde dan eventjes te worden opgepakt door de politie, al dan niet per ongeluk, dat moet nog blijken, bij een demonstratie? Het hoort allemaal bij geweld tegen journalisten. Wat er online gebeurt is ook namelijk gigantisch. Online worden journalisten enorm aangevallen. Fysiek worden journalisten aangevallen. Het hoort thuis in een hele trend van geweldpleging tegen journalisten. En het eindigt dus met moord. Dus ik denk, het kan wel van een andere orde zijn, maar het geweld tegen journalisten in zijn algemeenheid moet gewoon stoppen. En wat verwacht je daarbij van de staat? Dat die harder en strenger optreedt. Zware straffen? Zware straffen, maar misschien ook sneller. Dat zou kunnen, want er kan natuurlijk een preventieve werking van uitgaan. Als je weet dat je niet ongestraft geweld kan plegen, Ja. Dan zul je misschien wel twee keer nadenken. Ik ga even naar Maaike Slot. Wat je net zei is dat uiteindelijk de slechte relatie tussen, laten we even zeggen,
journalisten en hun publiek zou kunnen leiden tot moord, tot doodslag, tot moord. Het is niet altijd het publiek. Nee, zou kunnen. Nee, oké. Okay, maar dat, ja. dat uiteindelijk de consequentie zou kunnen zijn. Ja. Vind jij dat een logische, al dan niet lineaire verband? Niet per se. Ik ben het volledig eens dat geweld tegen journalisten, dat kan op allerlei manieren zich uiten, uiteraard. Ik denk dat we wel ook moeten bedenken dat de situatie in Nederland inderdaad absoluut niet te vergelijken is met de situatie in Mexico of in Afghanistan. Nog niet, zou ik zeggen. Nou, nog niet. Wat zeg je? Ja, het gaat wel die kant op. Het aantal geweldsdelicten tegen journalisten in Nederland neemt echt hand over hand toe. Nog niet. Als ik als wetenschapper kijk naar de rapporten die er zijn over geweld tegen journalisten, dan zie je dat er indicaties zijn dat er meer gebeurt tegen journalisten. Daar moeten we wel de meer geweld, bedoel je? Nee. Dat er meer geweld ervaren wordt door journalisten. Daar moeten we een kanttekening bij maken. Als je kijkt naar de methode, dit zijn grootschalige enquêtes die zijn gedaan, hè, onder journalisten. Maar die vullen journalisten vrijwillig in. Dus dan zou je ook vanuit alleen een methodisch oogpunt kunnen zeggen van ja, dan loop je ook de kans dat de journalisten die iets meemaken, dat ook sneller zullen invullen dan journalisten waar nooit iets mee gebeurt. Dat is even terzijde, dus dat is meer een methodisch verhaal. Maar het is wel een terzijde waardoor je eigenlijk wil zeggen, dit is een subjectieve ervaring. En niet een wetenschappelijk bewezen feit. Ik denk dat er een aantal aanwijzingen zijn. Het feit dat Nederland al voor de afgelopen 2-3 jaar zakt op de ranking voor persvrijheid in de wereld. Dat is een aanwijzing dat er hier wel dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dat is denk ik een aanwijzing. In initiatief als persveilig? Uiteraard. Los daarvan is geweld tegen journalisten ook iets van alle tijden, denk ik. Zeker als ik nadenk over mijn eigen onderzoek en de journalisten die ik spreek. Regionale journalistiek, waar journalisten heel dichtbij staan bij. Voor zover die nog bestaat. Ja, voor zover die nog bestaat. Ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Waar journalisten een hele hechte relatie hebben eigenlijk met het publiek wat ze bedienen. Want die komen ze tegen in de supermarkt en op straat. En die hebben, hè, mensen hebben hun telefoonnummer. Dat regionale journalisten dat eigenlijk heel lang al ervaren. Hè, dat het best wel intimiderend kan zijn. Mm-hmm. Als je iemand tegenkomt en die zegt, hey, ik weet waar jij woont en wat heb je nou weer geschreven? Of dat is intimiderend. Dat is intimiderend, ja. We moeten er natuurlijk wel voor waken dat we zeggen, het is in Nederland echt vreselijk om journalist te zijn. Laten we wel zijn. We leven in een heel relatief veilig land. Ook voor journalisten. Maar er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. Ja, ja, zeker. Want jij brengt het echt in verband ook met de aanval op de persvrijheid. Zou je zeggen dat dit soort incidenten, waar we het nog steeds in Nederland over hebben, dat valt onder de scharen onder een aanval op de persvrijheid? Op het moment dat journalisten zich zo geïntimideerd voelen dat ze niet meer durven te zeggen wat ze vinden, hè, als ze niet meer hun werk durven te doen, dan is het een aanval op de persvrijheid. Zo zou je dat kunnen zeggen. Ik denk dat een zekere mate van, je kan het intimidatie noemen, of hè, dat ook wel enigszins bij het beroep journalist hoort. Waarom? Als journalist heb je eigenlijk een hele publieke functie. Hè, ook onderzoeksjournalistiek, je doet onderzoek, je haalt dingen boven tafel. Dingen waar mensen totaal niet blij mee zijn. Hè, het onderzoek wat Follow the Money doet bijvoorbeeld. Volgens mij krijgen zij constant ook rechtszaken aan hun broek en worden ze tegengewerkt. Dat hoort voor hun een klein beetje bij het vak. Ja. Alleen, ja, tot waar is de grens? Dat is een beetje de vraag. Maar scharen we nu het feit dat mensen zich via de rechter verdedigen en mensen die proberen iemand te overrijden of mensen die iemand vermoorden, scharen we dat nu allemaal onder één noemer?
Nee, ik denk dat er wel gradaties zijn. Nou ja. Maar als een journalist stopt met zijn werk, ja, omdat hij is aangevallen, dan is dat toch een aanval op de persvrijheid? Ja, dat vind ik ook. Nou, en dat gebeurt toch in Nederland? Ja. Dus is ook in Nederland de persvrijheid staat dan onder druk, mijn zinziens. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar er is geen onderzoek naar gedaan? Ik denk anders dat... dan een enquête? Er zijn een aantal rapporten verschenen, dus dat biedt al wel enige houvast. Er is vrij weinig echt gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nederland naar deze situatie. En het ligt een taak voor u, mevrouw. Ja. Nou ja, in mijn onderzoek richt ik me wel op de relatie tussen journalisten en hun publiek. Mm-hmm. Maar bekijk ik het ook vanuit een positief perspectief. Want laten we niet vergeten, journalisten hebben ook publiek nodig. En het overgrootste gedeelte van het publiek doet het niet. Het is echt een heel klein deel van het publiek wat dit soort dingen doet. Nee, goed, maar één kogel is genoeg natuurlijk. Dat is ook weer zo. Ja. Maar kun je dan iets zeggen over de relatie tussen media en of de journalist en zijn publiek? Hoe die veranderd is pakweg de afgelopen 10 jaar? Ik denk dat die veel zichtbaarder is geworden voor heel veel journalisten. Vroeger had je denk ik dat iets minder. Misschien in de regionale, lokale journalistiek wel, maar op landelijk niveau was het publiek ook vrij onzichtbaar. Met sociale media kan iedereen zich gewoon publiek uiten. Dus alles wat je normaal gesproken zou denken, en misschien zou een heel klein groepje mensen zou een boze brief sturen, hè, of een keertje langsgaan. Maar nu kan je alles wat je denkt gewoon de publieke ruimte ingooien. Dus dat betekent voor journalisten dat ze veel vaker geconfronteerd ook worden met mensen die niet blij zijn met wat ze doen. En dat kan inderdaad heel intimiderend zijn. En dat kan er ook toe leiden dat je niet alles meer durft te zeggen. Dus ik denk dat dat een van de grootste veranderingen is. En heb je dan ook, laten we zeggen, suggesties over hoe dat zou kunnen veranderen? Nou, dat is iets waar sowieso alle sociale media-platforms enorm mee worstelen. Hè? En we hebben nu ook gezien met alle klokkenluiders van Facebook dat ook sociale media-platforms het misschien ook wel fijn vinden. Hè? Als er heel veel negatiefs gebeurt op een platform, blijven mensen ook langer. Dus we moeten ons met z'n allen realiseren dat sociale media niet per se de wereld willen verbeteren. Ze gaan wel steeds meer optreden, denk ik. Als er iets gebeurt, maar dat is een langzaam proces. Zou je dat wenselijk vinden als dat gebeurt? Als sociale media meer aan banden zouden worden gelegd? Ligt eraan door wie en onder welke regels? Ik denk dat dat het hele grote eikelpunt is op dit moment. Hè? Want zelfregulatie, dat werkt niet, dat is al geprobeerd. Dus ja, wie gaat dan bepalen wat wel mag en wat niet mag? Dus dat is best heel erg lastig. Het is natuurlijk wel duidelijk dat die sociale media platforms de businessmodellen van de media en de journalistiek totaal onderuit hebben gehaald. Er heel veel geld mee verdienen en dat eigenlijk niet meer teruggeven aan de journalist. Dus behalve dat de journalist ook nog eens een keer gevaar loopt, hè, dus geïntimideerd wordt en met veel moeite zijn werk kan doen, haar werk, is het ook nog eens een keer lastig om geld te verdienen. Dus in heel veel landen waar wij actief zijn, zien we dat het meer een roeping is dan echt een beroep waar men gewoon brood mee op de tafel krijgt. Maar hoor ik nu de directeur van Free Press, Press Unlimited Nederland pleiten voor het aan banden leggen van social media door de overheid? Nou, omdat zelfregulatie niet helpt? Nee, dat is gewoon geprobeerd de afgelopen jaren. Wij kijken naar initiatieven. Maar vind je dat het moet? Ja, dat vind ik wel, ja. Maar nogmaals, en dat is geen aantasting van de persvrijheid? Nou, het ligt eraan, nogmaals, wat de regulering is, van meningsuiting. Onder welke regulering? Maar hebben we hier dan niet een botsing tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van... Dat is kan een heel nauw en grijs gebied zijn, inderdaad. Nou. Maar als we kijken naar wat Australië heeft gedaan, hè, door te zeggen van... Prima dat Facebook zoveel geld heeft verdiend aan media. En,
Maar zij moeten zoveel terugbetalen. Nou, denk ik van, nou, dat is interessant om naar te kijken. Maar je vindt dus dat onder voorwaarden, ongetwijfeld, de vrijheid, de persvrijheid, nee, dat zou moeten niet worden beschermd ten koste eventueel van de vrijheid van meningsuiting. Nee, dat zeg ik niet. Dat meen ik te hebben gehoord, maar, okay, maar dat heb wat ik zeg gezegd je dan? Ik zeg dat social media, doordat hun algoritmes dusdanig zijn ingericht dat mensen in hun eigen bubbel blijven en altijd maar hetzelfde weer blijven zien, dat veroorzaakt een deel van, zeg maar, de sommige haatdragende berichten. En mensen die zich vrij voelen om in die eigen bubbel te zeggen wat ze willen. Die algoritmes, daar zou wat aan gedaan moeten worden. En dat is niet het aan banden leggen, nee, van social media. Wat vind je daarvan? Nou, niet het aan banden leggen van persvrijheid of vrijheid van meningsuiting. Wat vind ik daarvan? Ik vind het verontrustender, denk ik, dat er politici zijn die vinden dat je ook journalisten mag aanvallen. En mag zeggen, van, nou, dat is allemaal maar onzin, die media. Hè, NOS is fake news. Ik weet nog goed, mm-hmm, dat ik ergens in Den Haag fietsen en ik zag zo'n sticker hangen. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik dacht, wow, hebben we dat hier nu ook? Ja. Het is natuurlijk ook, het heeft een soort moraal te maken. Hè? Wat vinden we met z'n allen normaal? Sociale media zijn voor een groot gedeelte anoniem. Of mensen wanen zich anoniem. Denken dat ze van alles mogen zeggen. Nou, daar kan je op heel veel manieren over praten. Ik weet niet of we dat per se aan banden moeten leggen. Behalve als er echt een grens overgegaan is. Hè? Van ik ga naar je huis en ik schiet een kogel door je hoofd. Dan vind ik van, nou, dan zou je zo iemand op moeten kunnen sporen. En, hè, zeggen zou van, het moeten, hey, maar dat is dus niet zo. Nee, want anoniem. Dus maar ik denk dat het verontrustender is dat wij in een tijd leven waarin politici die grens die er eigenlijk is tussen, hey, je hebt de media die controleren ook de macht, dat zij die grens overgaan en zeggen, nou, wat jij schrijft is gewoon de grootste onzin en ik weet niet, ja, wat er allemaal gezegd is over journalisten, maar het is niet netjes. Dat vind ik persoonlijk verontrustender, omdat je daarmee eigenlijk laat zien, het is oké om journalisten aan te vallen. Je vindt in Nederland komt daar het grootste gevaar eigenlijk vandaan? Persoonlijk vind ik van wel. En er zijn ook grote verschillen. Hè? Als ik in de regio met journalisten praat, dan hebben ze ook mooie voorbeelden. Dan zeggen ze van, nou, ik kreeg echt, we weten wie het zijn. We weten de mensen, die kennen we heus. Die altijd, die komen altijd op ons forum. En grote lappen e-mails krijgen ze daarvan. En dan zeggen ze ook van, ja, we hebben ze op een gegeven moment, hebben die persoon een keertje uitgenodigd op de redactie. En we hebben met diegene gesproken. En toen was het eigenlijk over. Hè, dus het niet meer anoniem zijn, dat is ook een manier om ermee om te gaan. En dan heb ik het dus niet over de echte bedreigingen. Dan heb ik gewoon over mensen die altijd negatief zijn over van alles, maar verder geen slechte acties in de zin hebben, maar gewoon willen spuien. Maar het niet meer anoniem zijn, vind je dan dat grote, bijvoorbeeld een bedrijf als Facebook moet meewerken aan het ontmaskeren van dergelijke geluiden? Ja, het is heel lastig te zeggen. Ik denk sowieso dat Facebook niet het beste bedrijf is. Nee, maar goed. het meest positieve bedrijf is. Volgens mij doen ze dat ook tot op zekere hoogte wel. Hm. Ja. Biedt de overheid hier, tot slot van dit blokje, überhaupt voldoende, over het algemeen, met uitzonderingen, maar over het algemeen voldoende bescherming aan de journalistiek? Nou, ik vind in Nederland, in vergelijking met andere landen, nog niet echt niet zo heel erg slecht. Maar het is natuurlijk geen goed nieuws wat er gisteren gebeurde. Hè? Hoe de überhaupt. Gisteren zijn er twee journalisten die bij een Extinction Rebellion demonstratie waren. Ja. Zijn opgepakt en 2 uur vastgehouden. Ja. En daarna met excuses weliswaar, maar toch. Maar toch. Dus, weer vrijgemaakt. Dus dan vraag je je toch af hoe ver het überhaupt, waarom het überhaupt zo ver is gekomen. Dus
Er moet wel wat gedaan worden, dat denk ik wel. Maar zie je dat als een overheidsoptreden? Natuurlijk, politie is een overheid. Maar zijn de uitvoerende macht volgens mij? Ja, ja. Nou, maar in het algemeen? In het ben je algemeen. Bang dat het een glijdende schaal is of niet? Nou ja, we moeten daar met z'n allen voor waken, denk ik. Want ik, even over wetenschap en cijfers gesproken. 90% van de wereldbevolking leeft in een land waar de persvrijheid onder druk staat, of waar er helemaal geen persvrijheid is. Dat betekent dus dat er slechts 10% in een vrij land leeft waar persvrijheid is. Maar daar horen wij onder. En daar horen wij nog steeds onder, maar wij moeten er wel met z'n allen voor zorgen dat dat ook zo blijft. Daar ben ik het mee eens. Ja. Ja. En dan helpt het niet als er politici zijn die bijdragen aan een klimaat waarin journalistiek zwart wordt gemaakt. Dat sowieso. En ik denk dat ik ben het helemaal ermee eens, zodat je er altijd scherp op moet zijn. Ik denk dat dat ook jullie rol is, hè? Dus dat is heel belangrijk. Maar laten we ook niet vergeten dat er een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking is wat ook de journalistiek vertrouwt. Als je weer kijkt naar de cijfers, zijn we een land waar het vertrouwen in de journalistiek ongekend hoog is. Als je het vergelijkt met de Verenigde Staten, Frankrijk is het volgens mij maar 30%. Maar inderdaad, Motivation heeft uitgezocht dat het vertrouwen in elk geval het afgelopen jaar weer iets is gestegen. Ja. Maar dat het onder jongeren, deze zaal zit vol jongeren bijna, enorm is gedaald, juist. Ja, maar ik denk dat het voor journalisten ook goed is om zich ook te beseffen dat het grootste deel van Nederland ook waardeert wat ze doen. Dus ik denk, om het niet te zwaar te maken, van ja, er is een probleem, daar moet wat mee. Daar moeten we scherp op zijn met z'n allen. Maar het is ook, er zit ook een positieve kant aan de relatie tussen journalisten en hun publiek. En dan kan het publiek ook juist weer heel veel bijdragen aan wat journalisten doen. Ik dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dan gaan wij nu wel degelijk inzoomen op de Nederlandse situatie echt. En vraag ik aan Sam Hagens en René Hendricks om aan tafel te komen zitten. Twee journalisten die te maken hebben gehad met online en offline bedreigingen. Ik bedoel op alle niveaus, geloof ik wel, tijdens het doen van hun werk. Maar dat betekent, en daar wil ik toch even een punt van maken, dat we de livestream. Ja, Marcel Gelauf en Harm Tazenaar, die achter mij zit. Wiens hete adem ik in mijn nek voel. Nee, maar nu kan ik je in het gezicht zien. Welkom. Hoe hebben jullie eigenlijk naar dit gesprek geluisterd, Marcel? Misschien is het goed iets meer te zeggen over wat persveilig wil en niet is. Want dat zal ontstaan wat misverstanden. Ja. Zal ik daar wat over zeggen? Ja, maar ik wil eerst even weten, mag je direct iets van zeggen, hoe je naar het gesprek geluisterd hebt. Behalve dat je een omissie hebt ontdekt. Nou, aandachtig heb ik geluisterd. En ik hoor, dingen die ik heel veel hoor en die we al jaren horen. En waar we al jaren over discussiëren over hoe daarmee om te gaan. Zijn er bij jullie ook al mensen die met van die messteekwerende vesten rondlopen? Nou, in Afghanistan soms, maar niet in Nederland. Nee, en dat is ook geen idee voorlopig, vind je? Nee. En die camcorder? Zo'n bodycam. Oh, sorry, bodycam. Nee, doen we ook niet. Ik zag laatst wel een programma op RTL 5, geloof ik, over de wegenwacht in Frankrijk. Die wegenwachters deden het wel daar. Dus toen dacht ik van, gaat het wel goed? Gaat het nu zodanig slecht in de wereld dat het ook al moet? Maar misschien had het een ander doel. Maar dat is de wegenwacht. Maar nu heb je gehoord van iemand die wel midden in het strijdgewoel staat, waarom dat handig zou kunnen zijn. Ja, nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen waarom je dat doet. Wij zijn daar niet op aan het nadenken. Okay. Aan jou, dus was het herkenbaar wat je hoorde? Ja. Ik vind jou een held. Maar als je het dan even. Ja, ik dus ook, maar je moet het even in de microfoon ik vind die man zeggen, een held, want anders zei dan wordt het niet gestreamd. Ja, ik zei dat ik een held vond. Ja. Ik bedoel, dit is voor mij in die zin herkenbaar dat ik ooit ben begonnen als verslaggever in Den Haag. En dat ik, misschien kent de collega Jos van Leeuwen nog wel, dat was een hele bekende. Hij zegt ja. Ja, precies.
Dus daar heb ik ook de meest krankzinnige dingen meegemaakt. En dat was 30 jaar, hoe lang? 40 jaar geleden misschien wel. Ja. Maar dit met een bodycam en met zo'n steekwerend vest, dat is voor mij nieuw, eerlijk gezegd. Maar je vindt het een held? Ja. Wat betekent dat in dit geval? Nou, een dappere man die kennelijk heel gecalculeerd, want hij zegt van je moet op voorbereid zijn, maar toch waar een reguliere journalist een paar stappen terug doet, doet hij een paar stappen vooruit om toch te filmen wat er aan de hand is. Is het een idee voor jou, cameramensen en van RTL? Of vind je dat... Nou ja, dat weet ik niet. Normaal gesproken komen cameramensen... Kijk, dit is wel heel erg regionaal wat hij meemaakt. Tegelijkertijd zit ik er gewoon over na te denken. Want nogmaals, dit was hier zegt, is dat nieuw? Ja, dit is voor mij nieuw. Ja. Dus daar moet ik over nadenken. Want ik vroeg doorgaans, wat doen werkgevers voor jullie? Dus dat zou iets kunnen zijn. Maar doorgaans zeg ik tegen de collega's, zeg ik, als het echt gevaarlijk wordt, doe een paar stapjes terug. Blijf wel registreren, maar ga niet je leven in de waagschaal zetten. Juist. Ja. Een paar stapjes terug. Dus dat betekent dat die bedreigingen wel degelijk... Vooruit. Nou ja, weg in elk geval. Huh? Een paar stapjes weg, bedoel ik. Ja. Ja. Dus dat betekent in feite dat het wel degelijk invloed heeft op de vrijheid waarmee jouw... Ja, maar Claire, mensen, dat is, ik zeg jouw mensen, dat, maar... Dat is altijd zo. Toen ik zelf verslaggever was en je staat in de vuurlinie, dan kijk je ook. En als het al te gevaarlijk wordt, tenminste niet je, ik, denk ook een paar stappen terug. Ja, ja. Keek wel uit. Ja. Nou ja, René dus niet, maar nee, die is dan ook een held. Ja. Ik niet. Vertel mij iets wat je miste bij Persveilig. Dat initiatief van onder andere de NOS. Nee, niet van de NOS. Nee? Van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het OM. Oké. Ja. Dus doen dat met z'n vieren. Is begonnen in 2017 toen er een onderzoek gedaan is naar de mate van agressiviteit. Je moet eventjes in die... Naar de mate van agressiviteit tegen journalisten. En daar kwamen onderzoek van professor Brenninkmeijer, daar kwamen grote getallen uit over wat er plaatsvond. Dus toen hebben NVJ en Genootschap gezegd, kunnen we daar niet iets concreets aan doen? Dat leidde tot Persveilig. Zie persveilig.nl. Maar ik zou het misverstand willen vermijden dat dat een groot instituut is met allerlei mensen die van allerlei dingen kunnen doen. Dat is niet zo. Er is één iemand die zich daar op dagbasis voor inspant. En op de acht Peter de Velde. Oud-collega van mij daar. En op de achtergrond proberen NVJ en Genootschap in samenspraak met politie en OM de meldingen die daar binnenkomen, daar waar nodig te begeleiden. Misschien twee cijfers. Dit jaar zijn er tot dusver iets van 200 meldingen binnengekomen. En vorig jaar, over het hele jaar, ik geloof iets van 160. Hmm. Ik vind het heel nodig en heel belangrijk dat de journalistiek dat doet. Dus ik zou, collega van, daar zit je nog, wat jij net zei, ik zou zeggen, meld het toch. Sam, bedoel je nu? Ja, wat jij net vertelde, hè, over ook al was het maar duwen en trekken. Ik zou zeggen, meld het toch. Want als je niet zichtbaar maakt in welke omstandigheden de journalistiek moet opereren, wat de journalistiek overkomt, dan is het gesprek daarover ook veel moeilijker. Toen we met Persveilig begonnen, was ook de discussie, moeten we dat nou wel doen? Want misschien maken we het groter. Maar inmiddels denk ik toch dat het veel meer op de maatschappelijke agenda staat. We zitten ook hier over dit onderwerp. Maar Sam hoorde ook net van René dat het OM vervolgens in gebreken blijft. Ja, nou kan dit geval niet beoordelen. Ik denk zeker dat zich dat voordoet. Dat je zou kunnen zeggen dat misschien het OM meer kan doen, maar ik ken ook niet alles. Nou, dat zou misschien een taak zijn voor Persveilig om dat overleg... Dat is nou juist wat daar op de achtergrond gebeurt. Er zijn echt voorbeelden te noemen waarin het niet goed ging op een politiebureau en dat er via de contacten van Persveilig op de achtergrond daar dingen gebeurd zijn dat er toch wat op gang gebracht is. Het OM heeft de strafeis, als het gaat om journalisten en incidenten met journalisten, verdubbeld. Dus als er een journalist nu aangifte doet en dat wordt vervolgd, leidt dat tot een... Dan wordt het niet 80 uur taakstraf, maar 160. Dat weet ik niet. Dat ligt eraan wat het is. En het OM spreekt de straf niet uit. Hè. Dat doet de rechter. Dus dat onderscheid is dan ook nog wel belangrijk. Ik denk dat het er veel meer over gaat. Dat het veel meer het belang is dat het op de agenda staat. Dat we het zichtbaar maken. Dat journalisten aangifte doen. En de werkgever kan ook voor een journalist aangifte doen. Hoef je niet zelf te doen. Je eigen naam hoeft er niet in te staan. Als wij aangifte doen, wat we redelijk frequent gedaan hebben in de loop der jaren, staat dan nooit de naam van de verslaggever in, maar altijd die van de hoofdredacteur. Dat is ook, vind ik wel jammer, maar dat... Heb jij niet weer last van? Heb ik dan weer. Wat vindt Harm Kazelaar daarvan? Nee, van, Marcel was... Nou ja, ik wou nog eens zeggen...
Ik denk dat het grote belang is dat de journalistiek zelf heel zichtbaar maakt wat de journalistiek overkomt. En dat betekent inderdaad aan dit soort avonden meedoen, het aan de orde stellen daar waar het kan, politici op aanspreken, aangifte doen en werken eraan werken dat het wel de aandacht krijgt die het verdient. En dat gebeurt best, heb ik de indruk. Het afgelopen jaar heb ik toch heel geregeld politici, maar ook wel politiewoordvoerders, het belang van de vrije pers zien benadrukken op allerlei momenten. Daar waar dat misschien een jaar of twee jaar geleden niet gebeurde. Dus het is een lange weg en er gaat vast nog van alles fout. Zet dus een punt. Maar de journalistiek moet er zelf ook voor zorgen dat het op de agenda komt. Ja, punt. Wat vindt Harm Tazelaar ervan? Waarvan, mevrouw Plak? Van deze instelling? Ik vind het een hele goede instelling. Al onze verslaggevers zijn ook langs geweest, zou ik maar zeggen. Dus het is, nee, het is een uitstekend initiatief. En hebben jouw verslaggevers er ook heel veel last van het, ik zeg het nu even, heel in het algemeen toenemend aantal incidenten? Ik zit een beetje op de lijn van Sam, net. Die zei van ja, het hoort er een beetje bij. Laat ik vooropstellen. Ik vind elke vorm van agressie tegen journalisten of eigenlijk tegen wie dan ook, vind ik eigenlijk afschuwelijk en het hoort niet. En ik heb er helemaal niks mee. Tegelijkertijd, wij zijn in sommige gevallen ook een heel vervelend volkje, journalisten. Bijvoorbeeld, je haalde dat ventje aan van, wat was het, geen stijl van Pound, weet ik veel. Ja, als zo'n zuiger voor je gaat staan en eigenlijk dingen wil uitlokken, dan vind ik het niet goed dat er, het is totaal geschift om met je auto erop in te rijden of om een schop te geven. Maar ze zijn ergens wel op uit, is mijn gevoel. De Pound-journalist of de geen stijl-journalist. Dus nogmaals, dat praat het niet goed, maar ik vind dat journalisten ook wel naar zichzelf mogen kijken in sommige gevallen. Dus duidelijk, ik ben tegen elke vorm van agressie, maar ik vind journalisten mogen ook wel eens de hand in eigen boezem zetten. En bijvoorbeeld rekening houden met privacy, waar we het net over hadden. Nou, daar hadden we het net over. Dus inderdaad, dat in sommige gevallen moet je zeggen, oké, even niet nu. Nee. Goed, maar zou het ook kunnen zijn, nu je dat zegt, misschien is het helemaal niet waar, komt het uit de lucht vallen, maar jij en Sam, allebei, bij de commerciëlen, Wacht even. Commerciële, daar kan ik niks mee. Nou, sorry. In tegenstelling tot de NOS, de staatsomroep, dat is ook niet waar, maar ik probeer het even tegen elkaar te waar. Hebben. Nee, maar precies. Nee. Zou er een verschil kunnen zijn in de bejegening van het publiek? Absoluut. Oh, nou, ja, ik ben blij dat je me nu plotseling... Nee, maar het is heel vervelend, maar inderdaad, omdat de NOS met publiek geld wordt gefinancierd, is het in de ogen van een bepaald deel van de bevolking is het verdacht, omdat die elke vorm van staat verdacht vinden. Dus het is heel irritant voor de collega's van de NOS. En echt verwerpelijk dat die keer op keer zich moeten verdedigen en onheus worden bejegend, alleen maar omdat ze uit publieke middelen worden gefinancierd. Daar hebben wij veel minder last van. Zie jij dat ook? Ja, ik denk echt dat het zo is. We hebben het natuurlijk in de loop der jaren daar wel vaker over gehad. Maar dat hoor je ook, horen we ook van onze verslaggevers. We hebben er echt veel meer last van. Intimideren, lastigvallen, ook in de zin van incidenten zoals jij net beschreven. Dus je bent bij een heel, heel normaal onderwerp. En mensen proberen je camera te jatten of tegenaan te schoppen of tegen auto's te pissen of tegen auto's te schoppen of uit te schelden. Een eindeloos je filmen, echt intimiderend op sociale media. En ik denk dat het richting de publieke omroep veel meer plaatsvindt dan richting niet-publieke collega's. Het woord commercieel zal ik niet gebruiken. Nou ja. Alles is commercieel. Nee, natuurlijk, maar je snapt in dit geval toch wel wat. Ja, ik ben er een beetje allergisch voor. Ja, blijkbaar. Ja, je begrijpt ook. Maar hoe moet ik jullie noemen? RTL Nieuws? Wat vind je daar? Nee, dat snap ik. Maar om eventjes het verschil tussen de publieke en de niet-publieke. Is dat het dan? Graag. Oké. Goed, Harm, ik zal je voortaan niet publiek noemen. Dank je, Clary. Heerlijk. En ik zal mijzelf dus helaas in dit verband een publieke vrouw moeten noemen, wat ook heel raar is. Maar, goed. Een rare avond. Marcel, een hele rare avond.
Marcel, dat is ook de reden waarom jullie ook niet meer herkenbaar willen zijn als NOS en de logo van de busjes onder andere hebt afgehaald. Ja, nou ja, niet herkenbaar willen zijn, dat wil je natuurlijk eigenlijk wel. Hè? Want nou ja, met open vizier strijden en zichtbaar maken daar waar we komen om ons journalistieke werk te doen. Maar dit is niet het. Maar in dit geval is er inderdaad besloten om de logo's van de busjes af te halen. Omdat wat optrad was wat ik net beschreef, maar het ging ook wel verder. Namelijk, zo'n busje rijdt op de snelweg en er gaat iemand voorrijden en die stapt boven op zijn rem. En dan rij je daar in een kleine vrachtwagen van een paar duizend kilo. En dan gaat het niet alleen om dat gebeurt of gebeurd is, maar het gaat vooral ook om de angst dat het misschien weer gebeurt. En de collega's die busjes bemannen, ja, die trokken het gewoon niet meer. Dus toen was het van ons simpel en nu hebben we gezegd, nu is het afgelopen. En sindsdien is dat echt veel en veel minder. Wat vind jij daarvan? Met alle begrip voor de angst, hoor. Want dat is ik begrijp waarom Marcel dat doet. En dat is een goede, als je goede hoofdredacteur bent, sta je voor je mensen en je probeert ze ook zoveel. Dus heb ik alle begrip. Maar ik twijfel er wel aan. Ik ben kennelijk een wat minder goede hoofdredacteur. Ik twijfel er wel aan of ik dit zelf ook had gedaan. Want ik vind dat je altijd zichtbaar moet zijn voor wie je bent, waar je voor staat. En ondanks alle angst, dus ik snap het, is ook geen kritiek, maar ik twijfel eraan of ik het zelf ook had gedaan. Zo genuanceerd denk ik erover. We hebben een hele poos getwijfeld voor we het zouden doen, hè? Want het is natuurlijk een soort capitulatie. Maar het klinkt het klinkt als capituleren. Nee, maar dat klinkt het niet, dat is het. Ja. Maar nogmaals, als de mensen die daarop rijden en die ergens geweest zijn en in de loop van de avond terugrijden en die gewoon in die gevallen hebben gehad, die gewoon bang zijn om hun werk te doen. Ja, dan kan ik wel achter mijn bureau zeggen dat we stoer moeten zijn. Maar zij zit in die auto. Is het ook zo dat jullie naar bepaalde dingen niet heen gaan als NOS? Omdat jullie bang zijn dat je mensen worden aangevallen? Dat komt voor. Het komt al lang voor. Hè. Dus wat we wel noemen het chilling effect op de journalistiek. Dat je dingen mijt. Dat speelt met name rond grote publieksevenementen. Van afstand filmen, niet erin gaan. Van een hoog punt filmen. Dan ben je er toch wel? Dan film je toch? Of soms ook niet gaan. Oh. Dat is ook wel. Noem eens een voorbeeld als je wil. Nou, we zijn wel demonstraties hier op het Museumplein. Dat was natuurlijk elk zondag hetzelfde. Dus op een gegeven moment ga je ook afvragen. De coronademonstratie. Wat is de nieuwswaarde er nog van? Maar toch wilden we eigenlijk wel naartoe om gewoon te kijken wat daar gebeurt. En te kijken of we daar een onderwerp met een relevante toevoegende invalshoek zouden kunnen maken. We hebben ook wel eens besloten van we gaan gewoon niet. Daar waar je denk ik zonder de dreiging van agressie niet op die vraag gekomen zou zijn. En misschien er wel naartoe zou zijn gegaan. Ook al leidt het misschien niet tot een onderwerp. Dus het heeft zeker effect. Ben je niet bang voor een glijdende schaal? Je begint met je logo eraf te halen. Nu ga je al naar bepaalde dingen niet toe. Het heeft dus letterlijk effect op je journalistieke werk in dit geval. Ja, dat heeft het. Zijn er dingen waar jullie niet heen gaan, Harm? Ja, als wij iets echt nieuwswaardig vinden, dan gaan we naartoe. Dat is het enige criterium. Tegelijkertijd, als je weet dat het heel griezelig is, dan neem je, zoals mijn collega net zei, dan dek je in, je bereidt je erop voor. Maar we gaan wel. Maar het deed me denken aan wat jij nu zei, en daar schrok ik van. We hadden vorige week vrijdag een jaardag van het Genootschap van Hoofdredacteur, waar Marcel opperhoofd van is. En daar was een collega van een landelijke krant, waar ook regionale kranten aan verbonden zijn. En die zei dat sommige collega's soms maar 50% van wat ze registreren en wat eigenlijk het verhaal is, durven op te schrijven. Uit angst. En ik schrok daarvan. Ik zei, dat kan natuurlijk nooit. Dat mag natuurlijk nooit. Dus, en kennelijk gebeurt dat. En dat was voor mij wel nieuw. En ik schrok daar behoorlijk van, eerlijk gezegd. En wat Marcel nu zegt, schrik ik er ook wel van. Ik denk zeker in de regionale journalistiek op een aantal plaatsen, de collega's die daarin werken, dat die echt heel frequent met hele dreigende omstandigheden te maken hebben. Omdat ze veel dichter bij hun publiek zijn. Vaak veel bekender zijn. Ja.
Wat Harm zegt, zijn daar, is daar de samenvatting. Maar daar waar ik daar straks nog een beetje zei tegen Rut Kronenburg van Nederland is toch wel niet te vergelijken met het buitenland. En dat blijft natuurlijk zo. Maar het wordt wel steeds erger en het komt wel steeds meer in die richting. Nou, ik weet niet of het steeds erger wordt, maar kijk, wat er erger wordt, de sociale media. Nou, het is nog nooit, sorry dat ik je, nee, eventjes, het niet erger wordt. Het is volgens mij nog nooit zo geweest dat journalisten niet opschreven wat ze te schrijven hadden of niet gingen naar plekken waar ze wel zouden moeten zijn. Nou, ik ben geen historicus, dus weet ik niet. Maar ik weet wel dat bedreigingen van alle tijden zijn. Alleen, het werd net door de wetenschap van de Erasmus Universiteit goed gezegd. De sociale, de digitale disruptie, dat heeft alles op zijn kop gezet. Dus al die idioten die maar voortdurend alle instituten ondermijnen, alles opschrijven ze denken er überhaupt niet over na. Gecombineerd met politici die voortdurend dat fake nieuws beginnen te roepen. Dat is een giftige cocktail waar onze hele maatschappij echt door vergiftigd wordt. En dat is denk ik het grote verschil met vroeger. Maar die directe bedreigingen, ik bedoel kogelbrieven, die kregen we ook op de redactie. Lampen met bommen erin kwamen lang, weet je, dat soort onzin. Dus, we hebben het allemaal meegemaakt. Ja, één keer wel goed, één lamp met één bom, maar toch. telefonische bedreigingen. Is allemaal niks meer, joh. Tegen mij zei ze ook van een leuke jurk had je dochter aan. Weet je, ze van die gasten gewoon, ik weet waar je dochter op school zit. Dat soort gezeik. Dus dat is wel van, dat is niet alleen van nu. Het is van alle tijden, maar het lijkt erop door social media. Dat is nu wel absoluut duidelijk dat het in die zin wordt het erger. In de zin van dat het nog steeds een kleine groep is. Maar dat die wel blijkbaar makkelijker aan je gegevens kunnen komen, makkelijker bij je kunnen komen en agressiever zijn. Nou, en een sfeer op straat creëren die gewoon erg onprettig is. Onze verslaggevers mogen dan minder bedreigd worden en minder aan de oren worden getrokken dan de mensen van de NOS. Maar ze vinden het echt minder prettig en minder veilig op straat. En hebben jullie dan als journalisten en als werkgevers een idee van hoe je daar, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je daar tegenwicht aan biedt, hoe je... Ja, dat proberen we op allerlei manieren. Door het over te hebben, door het zichtbaar te maken, wat we eerder zeiden, door mensen op cursus te sturen. En door het onzichtbaar te maken ook. Nou ja, soms is het noodzakelijk om even ergens een stapje terug te doen. Ja. Maar als het gaat om te proberen het aan te gaan, de dingen die we beschreven. Maar ik ben het erg met Harm eens wat je zei over die giftige cocktail. Ik denk dat we daar middenin zitten. En dat de journalistiek daar een van de slachtoffers van is. Hè. Maar je kan het ook over de rechtspraak hebben. Of over politici misschien wel. Ja, hoewel een deel van de politici er ook doet zelf, er ook mee. Ja. Die voeden het elke dag. Ja. Hè, daar waar de politiek natuurlijk juist de journalistiek zou moeten steunen als een fundament van de democratie. Ik blijf betogen dat we het zichtbaar moeten maken. En dat de tijd achter ons ligt om dat niet te doen. Eens. Ik heb altijd wat minder woorden nodig dan Marcel, maar ik ben het eens. Nou, dat hebben we dan misschien vandaag gedaan. Wat ik er onbevredigend aan vind, is dat we dit zichtbaar maken voor een kleine groep, maar überhaupt een groep die we bereiken. Maar dat er ook een hele grote groep is. Juist die groep die door Motivaction wordt gezien als mensen die ook steeds minder vertrouwen hebben in de journalistiek. Dat je die niet bereikt. Ja, het maakt er niet zoveel uit. Volgens mij zei Sam, dat was een mooi verhaal natuurlijk, van die kerel binnen of anderhalf jaar demonstreren. Ja. Goh, ik ga maar eens met hem praten. Ja. Goed gesprek. En vervolgens maakt hij voor leugenaar uit. Dat zijn echt, die lui zijn koekoek. Ik bedoel, dat je kan ze van alles vertellen, maar het maakt niet uit. Ik heb ook van die stalkers. Ja, maar die lui zijn koekoek. Maar als het 10% van de bevolking is, zijn die dan nog koekoek? Nou, heel veel. Heel groot koekoek. Want omdat we bij wappies en zo tegenwoordig altijd zeggen, je moet het gesprek met ze aangaan. Je moet niet roepen dat het wappies zijn. Ja, maar wappies vind ik echt, dat vind ik nog wat anders. Hè? Nee, maar ik weet dat het iets anders is. Ik wil ook niet zeggen dat het hetzelfde is. Maar er wordt wel wappies, gekkies. Nou ja, maar dan, ik vind dat te veel over één kam wordt geschoren. Want als ze
Mijn zwangere dochter, dat die zich afvraagt, moet ik vaccin nemen? Dat vind ik een terechte vraag. Moet je kinderen onder de 10 jaar laten vaccineren? Vind ik een terechte vraag. Ja. Speelt de journalistiek een heel belangrijke, maar niet heel bevredigende rol in de hele COVID-pandemie? Nou, dat vind ik een terechte iets. Dus dat daar vragen bij gesteld worden, vind ik heel goed. En ben je geen wappie wat mij betreft? Nee, dat is niet wat ik zeg. Je denkt gewoon na over je eigen lichaam. Ja, dan ben ik... dat noem ik ook geen wappie. Nee, ik heb het niet... Ik praat in zijn algemeenheid, hè? Ja, maar er zijn dus mensen die wappies, omdat... ik heb het niet over jouw dochter die een reden heeft... Nee, daar had ik het ook over. Dus ik, in zijn algemeenheid vind ik dat we uit moeten kijken om iedereen die vraagtekens zet bij bepaalde dingen, om die maar in een hoek te duwen. Ik vind dat mensen het recht hebben om vragen te stellen. Sterker nog, de plicht misschien wel. En de mensen die alleen maar zitten en dan achter je rug, dat zijn gekkies. Die achter je rug, die daar. Nee. Waar jij net zat. Ja, ja. Precies. Goed. Hoe zien jullie dit verder gaan? Zijn jullie optimistisch over de nabije toekomst? In de zin van dat je het idee hebt dat de politiek nu steeds meer... Dat het steeds zichtbaarder wordt. Dat steeds meer mensen het als een probleem ervaren. En dus als iets waar iets aan gedaan moet worden. Dat de politiek het ook tot zijn taak maakt om er misschien iets aan te doen. Dat de rechterlijke macht misschien, hoewel zelf bedreigd, het tot zijn taak maakt om er iets te doen over het OM. Of zien jullie dit nog wel een tijdje zo negatief doorgaan? Ja, ik denk het wel. Wat denk je wel? Nou, dat het niet zomaar weg is. Dat het niet zomaar weg is. Dat de cirkel waar we in zitten niet zomaar echt doorbroken wordt. Ik vrees dat we er niet zomaar vanaf zijn. De andere kant is wel, werd al eerder gezegd, verreweg het grootste deel van de samenleving heeft vertrouwen in de journalistiek. Bleek een paar maanden geleden weer eens uit een onderzoek van het Reuters Institute of Journalism. Oh, weer dus, een ander, ja, Modifaction, al dat soort onderzoeken. Maar goed, we vinden het. Ik vertrouw dat het onderzoek waar iets uitkomt waar ik me het best bij thuis Tuurlijk. Ben. Ja. Het is heel journalistiek. Weet je maar of het nou 85% is of 70%. Of het is belangrijk wel om, om het juiste beeld te blijven zien. En het is denk ik zeker niet zo dat de meerderheid van Nederland de journalistiek of de rechterlijke macht niet vertrouwt en daar zo naar kijkt. En de journalistiek moet zelf ook oppassen soms bij te dragen aan dat beeld door misschien onevenredig veel aandacht aan de excessen te besteden. Dat in die zin, Harm zei ook zoiets, we moeten ook naar onszelf kijken. Daar zijn natuurlijk ook best vragen door de journalistiek aan de journalistiek zelf over te stellen. Ja, we moeten gewoon beter ons werk doen zo nu en dan. Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Ja. Maar ik ben daar ook niet, ik ben niet heel erg optimistisch. Ik vind het, Marcel heeft het net over de zwijgende meerderheid misschien, maar ik ben toch altijd angstig over de rebellerende minderheid. Zeker bij de lager opgeleide zie je dat het vertrouwen in instituten, waaronder de journalistiek, steeds verder aan het afnemen is. Maar ook in de politiek. Het populisme rukt op, ook in de politiek. Ik vind dat levensgevaarlijk. We hebben het gezien toen Fortuyn werd vermoord, toen rukte ze al op naar het Binnenhof. Ik weet niet of jullie het allemaal zijn vergeten, maar dat was echt... Ben ik niet vergeten. Wim Kok, die zat echt met diarree in zijn broek, zat te kijken wat gebeurt er hier. Nou ja, als dat doorgaat, we zijn allemaal de gele hesjes, zijn we allemaal even gaan slapen. Maar als dat grotere voor... En ik snap het ook ergens ook nog wel, want er is een paar miljoen mensen die kloven, die wordt ook steeds groter natuurlijk. En vind je dan dat... Wat heeft de journalistiek daar een taak? Ja, natuurlijk. En wat is dan de taak van de journalistiek? Nou ja, probeer. Jij hebt nu een paar keer gezegd dat je je zorgen maakt dat die mensen niet bereikt worden. Ja. Dus ik denk dat de journalistiek ten koste van heel veel voortdurend moet blijven nadenken om ook die mensen te informeren. Vraag is of ze geïnformeerd willen worden. Dat is het anders. Ja, als ze dat niet willen, dan houdt het op een gegeven moment op. En dan is het aan de instituten om ze kalm te houden. Maar het blijft onze taak om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Zijn er nog vragen in de zaal? En volgens mij zitten er... Ik zie allemaal mensen pennen. Namelijk, volgens mij zitten er 10 studentenjournalistiek ook in de zaal. Zou je trouwens studentenjournalistiek aanraden om bij de NOS, zeker, bij het NOS-journaal journalist te worden? Of, absoluut. Ja, we hebben ondanks vandaag, alle gevaren? Ja, en ze willen dat ook. We hadden vandaag toevallig wat wij dan noemen stage-pitchdag. Dus de jonge generatie van de verschillende scholen moeten dan pogen om middels een pitch bij ons stage te mogen lopen. Tientallen waren er. Dus, gaan even vragen hier. Dus wie vooral, wilde... Vooral blijven doen, maar maak je geen zorgen, dat gebeurt ook. Oké, Sam, jij wil iets zeggen, maar dan moet je even naar een microfoon... Ja, dat mag ook. Vraag stellen mag ook. In dat geval komt er een microfoon naar je toe. Sam wil een vraag stellen. Sam.
Hagens, die wij nog kennen van... Meneer Glauf, u zegt meer zichtbaarheid is belangrijk om dit probleem op te lossen. In hoeverre denkt u dat uw kijker doorheeft wat er speelt bij uw verslaggevers? En in hoeverre laat u dat ook zien in uw uitzendingen? Nou, we hebben in de loop der jaren wel eens een onderwerp gemaakt... ook waar het over de veiligheid van de journalistiek gaat. Maar wat je ook wel weer moet oppassen, denk ik, is dat je het uitvergroot en dat het disproportioneel wordt. Ja, het is een belangrijk issue... Maar net als voor elk onderwerp, je moet er pas een onderwerp over maken als je het relevant en passend vindt. Ik vind het wel een aardige vraag, want okay, ik kan me ook nog voorstellen dat jullie aarzelen om het te doen, omdat het dan een soort is van, het zou kunnen worden opgevat als het, we zijn zo zielig en we hebben het moeilijk. Ja, zou het iets zijn voor andere journalisten om het te laten zien? Of het leidt tot copycat gedrag. We hebben bij de boerendemonstraties hebben wel een enkel fragment laten zien van een verslaggever die het onmogelijk werd gemaakt om. Als onderdeel van een verslag over... Nou, dus het is een enkel moment wel gebeurd. Maar je moet het niet elke dag over jezelf hebben. Vind je dat anderen... Zou je steun verwachten uit andere hoek wat dat betreft? Nou ja, dat zei ik. Ik denk dat de politiek de instituten moet steunen. En dat gaat om rechtelijke macht, dat gaat om journalistiek. Van andere collega's bedoel ik? Oh, nou, maar die is er. Nee, in de zin van dat zij daar dus over berichten in plaats van, van dat jij daarover bericht. Nou ja, als ze het relevant vinden, ja. Als er een substantieel incident is, zullen ze dat heus doen. Is het relevant? Wij hebben ook een berichtje gemaakt van wat er gisteren gebeurde met de enkele journalist. Wat ik wel echt een hele andere orde vind dan journalisten die lastiggevallen worden. Dus in die zin dan moet je gewoon op nieuwswaarde beoordelen. Dus dat is elk onderwerp. Je bedoelt nu Mark van Dinter? Twee voorbeelden. Dus als er wat met de journalistiek gebeurt, moet je daar een onderwerp van maken. Als je dat groot genoeg, relevant vindt, enzovoort. Dat geldt niet. Daar geldt niet iets anders voor dan voor elk ander. Nee, maar ik snap ook jouw terughoudendheid. Ik zou dan vragen, vinden jullie het eigenlijk iets om dit soort dingen te berichten over, in dit geval, de publieke? Marcel geeft zelf het antwoord. Als het nieuwswaardig genoeg is, waarom niet? Maar ja, wat ik hier heb gehoord vind ik best nieuwswaardig. Namelijk dat de NOS niet alleen... zijn logo eraf haalt, maar dat ook naar sommige dingen niet toegaat... uit angst dat zijn mensen iets overkomt. Dat vind ik nogal nieuwswaardig. Dat was voor mij ook wel nieuws, maar dat zal niet... Dat heb je vaker gezegd, hoor. Ja, maar ik luister niet altijd naar je. Dus, lijkt me weer... Ja, precies. Maar dit was voor mij wel nieuws, maar het zal niet half wachtbulletin halen. Maar over transparantie... toevallig hebben wij binnen de hoofdredactie van RTL... zitten we wel na te denken of we bijvoorbeeld online wat vaker kunnen uitleggen... hoe sommige reportages kunnen tot stand zijn gekomen. En wat we zo al meemaken. We hebben daar nog niet echt een goede vorm voor bedacht. Maar het gesprek is wel gaande, ja. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog meer vragen? Deze mevrouw wil graag. Mijn naam is Veronique Swinkels. Ik had de volgende vraag. Er wordt nu vaak gesproken... over de relatie tussen het publiek en de journalist. Maar heel veel van wat ik hoor, zou ik daar helemaal niet onder willen scharen. Peter R. de Vries is niet vermoord door zijn publiek. Hij is vermoord door misdadigers. Busjes worden misschien helemaal niet afgesneden door publiek... maar door mensen die dat met elkaar of via Twitter bedenken dat ze dat gaan doen. Maar dus, dat is ook publiek, toch? Nou, ik vind het moeilijk om dat als publiek te definiëren... omdat ik denk dat daar een georganiseerde achtergrond achter kan zitten... en iemand die iemand doodschiet, dat is geen publiek, dat is gewoon een misdadiger. Dus om nou te voorkomen dat het gaat over de relatie tussen publiek en journalisten... Hè, die op allerlei andere manieren ook wel tot wrijving kan leiden... versus wat gebeurt er nog meer waardoor de journalistiek onder druk komt te staan... en laten we het niet te makkelijk aan dat publiek wijten... maar ook kritisch kijken wat er verder in de samenleving aan georganiseerde dingen gebeuren... waardoor dit... plaatsvindt. Dus ik mis even dat element. De georganiseerde criminaliteit. Nou ja, en dat is misschien dat kan ook een georganiseerde motorbende zijn die vindt dat iemand. Ja, dus ook georganiseerde criminaliteit. En die dan binnenloopt in een studio om te vinden dat iets niet mag. Ja, dus ik vind er is ook nog zoiets als niet het publiek, maar de vijand van de waarheid die baat heeft bij het stilmaken van stemmen. Zeker. Alleen dit ging over de incidenten op straat.
die journalisten meemaken. Nou, ik ben met mevrouw eens. Ja, maar dan hoor ik ook nog wel andere dingen die niet alleen een toevallige passant. Maar ik ben met u eens dat de moord op PTR moet je ook buiten, wat mij betreft, buiten deze discussie halen. De rest niet, overigens. Dat het aanvallen en raar doen tegen busjes vind ik wel degelijk passen in dat toch wel wat ingewikkelde klimaat van nu. Maar we hebben de moord op Peter er ook buiten discussie gehouden, behalve in één vraag. Mevrouw die zei dat, dus ik weet alleen maar dat ik het met haar eens ben. Goed, wie wil nog meer vragen? Een vraag stellen? Ik kan niet naar achter me. Hier is een vraag. Ah, daar is een vraag. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Ik was nog wel benieuwd. Ik heb het idee dat er vanavond nog misschien impliciet wat verschillende definities van persvrijheid zijn gebruikt. Dus mijn eerste vraag is misschien, in hoeverre bestaat er zoiets als persvrijheid? Hoe volledig is die? En vooral ook, is er überhaupt een journalist die verwacht dat hij in volledige vrijheid kan werken en zeggen wat hij wil zeggen? Mannen reageren. Nou, het is nooit een volledige persvrijheid. Als je een wet openbaar bestuur nodig hebt, dan als je dingen moet vragen aan de overheid en die kan heel vaak nee zeggen, dan is het dus niet een totale vrijheid. Andere vraag was, denk je dat je in totale vrijheid kan opereren? Ja, natuurlijk. Dus trouwens, overigens, jij moet ook nog hierop antwoorden, maar dat is wel die WOP en het feit dat daar hele pagina's worden zwart gekalkt, zou overigens, maar daar hebben we het ook in de voorbereiding over gehad, misschien ook nog wel eens iets zijn voor een avond hier, want dat is natuurlijk echt een aanval. Verschrikkelijk. Erg persvrijheid, kapot, maar die is dan weer. Maar dat is weer wat anders. Ja, dat is een ander. Vergeleken met sommige andere landen heb je in Nederland natuurlijk een enorme persvrijheid. Mexico, of nou, verzin ze maar, dat vind ik geen vergelijk. Grondrechten moet je altijd naast elkaar zien. Want ja, persvrijheid, maar dat geeft je niet de vrijheid om van alles te beweren wat onjuist is of wat smaad is. Dus je hebt alle vrijheid om te publiceren, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid voor wat je dan publiceert. Dus in hoeverre hebben nu de gast van vanavond het idee dat ze ongeveer over dezelfde vorm van persvrijheid hebben gesproken? Gasten? Ja. Vraagtekens hier, dus ik denk wel, hè? Ja, ik krijg het vroeger wel. Ja. Laat mij jou iets vragen. Wat is volgens jou persvrijheid? Dus ik voel me helemaal niet de juiste persoon om daar. Omdat ik dacht dat je daar dan een vastomlijnd idee omdat je dat vraagt. Het is meer dat ik misschien het idee had dat in het allereerste gesprek misschien een strengere definitie aan werd gehouden dan hier in het laatste gesprek door de twee heren aan tafel. En ik denk dat er was misschien nog. Ik dacht dat er misschien nog winst te halen was in die twee misschien impliciete definities tegen elkaar af te zetten. Dat was het meer. Nou ja, mijn beleving was zeg maar in het eerste gesprek, ja, je kan best zeggen dat dat voorbeelden waren van aantasting van de persvrijheid. Maar dat is in relativiteit ten opzichte van wat er in andere landen gebeurde, vind ik, maar een zeer beperkte aantasting van de persvrijheid. Ja, maar dat is ook benoemd. Waar de persvrijheid natuurlijk echt wordt aangetast zijn in landen als Belarus, Rusland, verzin het maar, China. Dan gaat het echt om de aantasting van de persvrijheid. Ik denk dat staat in geen verhouding tot wat in Nederland gebeurt. Ik denk sowieso dat persvrijheid iets is wat je onafhankelijk van machthebbers. Ja. Dat je dan kunt publiceren of je werk kunt doen. En dat heel belangrijk is voor persvrijheid. En dat je er komt bij dat je daarbij ook niet bang moet zijn dat je allerlei bedreigingen ontvangt als je werk doet. Maar het heeft natuurlijk te maken met dat je onafhankelijk van de machthebbers ook je werk kunt doen, volgens mij. Mooi gezegd. Ja, mooi. En de publieke en de commerciële zijn in Nederland allebei daar volstrekt onafhankelijk. Ik zou de commerciële nooit zo noemen. Zijn er nog vragen of zullen we een drankje gaan drinken, dames en heren? Hier niet. Achter mij ook niet. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aandacht ook en jullie deelname hieraan. En sterkte wensen met de toekomst van ons geliefde vak.